ik moet als het ware geld via gaan geven aan IS om mijn familielid terug te kopen. En als de overheid achterkomt dat ik dat doe, dan ben ik terrorisme aan het financieren. Hartelijk welkom, alle drie. En ik moet eigenlijk zeggen alle vier, want Pieter Omtzigt zit thuis in zijn keuken online te wachten om ook deel te nemen aan dit gesprek. Dus alle vier, heel hartelijk welkom. Bahab Hasso, we hebben veel met je samengewerkt ook. Fijn dat je er bent. Hartelijk welkom. Ik heb je de hele dag al gezien natuurlijk. Directeur van Stichting Nederland Helpt Yazidis. We hebben Tineke Seelig gevraagd, maar die is ziek vandaag. Stichting Vluchtelingen is natuurlijk ook veel ter plekke aanwezig geweest. En ook op het moment nog steeds in de regio van Koerdistan, Sinjar. Anna Marinussen heeft haar plaats ingenomen. Heel fijn dat je het op het laatste moment kon en wilde doen. Hartelijk welkom ook. En we zijn ontzettend blij dat ook, en zo zie je maar, toeval bestaat niet, Hans Sandé, Nederlands ambassadeur in Irak sinds september, denk ik, als ik het goed heb. Toeval bestaat niet. Op dit moment in Nederland aanwezig is. En fijn dat je dan ook nog in die tijd hier wil zitten om te spreken over dit onderwerp. Ontzettend, ontzettend hartelijk welkom ook. En als laatste Pieter Omtzigt, Kamerlid, onafhankelijk Kamerlid. En die zich al jaren eigenlijk bezighoudt met wetgeving rondom en ook onderzoek rondom de situatie internationaal rechtelijk en ook ter plekke in Irak over het onderwerp van Yazidi en andere minderheden ook wel in het Midden-Oosten. 2014 wordt hier veel gezegd. Hè? Het jaartal moet misschien heel even toelichten. Dat is eigenlijk, 3 augustus wordt als datum gebruikt, maar dat is ook wat langer daarvoor en daarna al. Maar is eigenlijk het moment waarop de Islamitische Staat de minderheid Yazidi is gaan ombrengen. Hè? 2014, er zijn 5000... voornamelijk mannen meteen omgebracht. Er zijn de meest verschrikkelijke jaren daarna gevolgd met afschuwelijkste vervolging enerzijds en slavernij anderzijds. Maar jij bent er al heel lang bij betrokken. Fijn dat je hier ook nog even weer wil meespreken. Kan jij schetsen wat we als Europa het laatste jaar gedaan hebben? We hebben de genocide erkend. Dat was op zich wel een vrij harde strijd. Dat hebben we eerst in de Raad van Europa gedaan en later ook in een aantal nationale parlementen en uiteindelijk door de VN. Nou, in principe zou dan het genocideverdrag van werking moeten zijn als je het erkend hebt. En het genocideverdrag houdt in dat iedereen die ook meegeholpen heeft, dat er iets aan gedaan moet worden. En dat betekent bijvoorbeeld dat je staten zou kunnen vervolgen die zich laks gedragen hebben om die genocide niet te voorkomen. Er is ook aangifte gedaan tegen tenminste 1 staat. Welke staat is dat? Turkije. Ik heb zelf in 2015 ben ik met een aantal andere politici naar het internationaal strafhof in Den Haag gegaan. En heb ook gevraagd ze te vervolgen, want er is namelijk iets bijzonders aan de genocide rondom ISIS. Hij is op zich een klein beetje atypisch, omdat in vergelijking met andere genocides ISIS hem niet verborgen hield toen hij ermee bezig was. Normaal gesproken worden genocides begaan, maar wel een beetje 's nachts en weet je, in het verborgene, nacht en nevelbevels. Maar hier niet. Je had gewoon dabiek, je had filmpjes dat je piloten, een piloot in een kooi ging verbranden, dat je vrouwen rondreed in kooien, dat je een groot aantal christenen die in Egypte de keel doorgesneden werd op het strand. Ik bedoel, het werd niet bepaald verborgen wat ze aan het doen waren. En eigenlijk zie je dat de westerse staten, die altijd best wel vol zijn van mensenrechten, eigenlijk hier falen om de genocide te vervolgen. Dus datgene wat wel gebeurde na de Tweede Wereldoorlog. En dat was niet perfect hoor. Ik zeg niet dat de Nuremberg-tribunalen perfect waren. Of de tribunalen in Tokio, want de Japanners konden er ook wat van. Wat wel gebeurde naar Rwanda, met veel moeite en alles wat erbij hoorde, gebeurt hier eigenlijk dus helemaal niet. Er is geen internationaal tribunaal. En het lukt niet om dat gezamenlijk op te zetten. Wat ik zie is dat, we hebben meerdere voorstellen gedaan voor tribunalen, maar landen lijken niet te bewegen. Daar komt ook nog bij dat de publieke opinie soms meer medelijden lijkt te hebben met de westerse uitreizigers die meegedaan hebben dan met de Yazidi. En ook bij het eerste rapport wat ik in de Raad van Europa deed, was er nog heel veel sympathie. En bij het tweede rapport dat ik deed, kreeg ik verrekte veel amendementen om mijn oren.
over de rechten van die westerse strijders op terugkeer, om de rechten van de westerse strijders op het gezinsleven, omdat ze weer samen met hun kinderen moesten leven. En als je dan de twee dingen bij elkaar doet, namelijk dat je de kinderen het recht heeft om te repatriëren, dat snap je. Hè? Dus die uitreizigers die hebben daar kinderen gekregen. Die kinderen zijn zo'n 3, 6, 7 jaar. Die zitten in zo'n al-hol-kamp. Nou, die wil je terughalen. Maar een heleboel politici zeggen, ja, die kinderen moeten teruggehaald worden, want onschuldig. En kinderen hebben recht op gezinsleven, dus de ouders ook. Nou, het enige wat me nog net gelukt is in dat rapport is artikel 8, lid 2 van het EVRM. 8 is het lid op het gezinsleven. En internationaal aangenomen gekregen dat zij onder de uitzondering vallen die in het EVRM zit, dat als je een bedreiging voor de staat bent, dat je dan niet het recht op gezinsleven hebt. Dat vergeten veel mensen, maar het recht op gezinsleven is niet absoluut. Maar in alle eerlijkheid, het gaat eigenlijk bijzonder moeizaam. En wat in Nederland bijzonder moeizaam gaat, is dat ik echt 4, 5, 6 keer voorgesteld heb in de Kamer en ook persoonlijk naar ministers toegegaan ben van, begin nou in ieder geval eens met een openbare aanklager die gespecialiseerd is in dit soort misdrijven. Zouden wij als Nederlandse staat dat gewoon kunnen doen? We hebben nu ook, de Kamer heeft officieel de moordpartijen op de Yazidi als genocide erkend. Lijkt me terecht ook, helemaal terecht, als je er enigszins in verdiept. Ja. Maar zouden wij gewoon een officier van justitie, een openbare aanklager kunnen benoemen? Ja, het is het makkelijkste wat je kunt doen. En je zou daar dus een kleine unit op kunnen hebben die zich speciaal focust op het vervolgen van de terugkerers. Mm-hmm. En stel je voor dat je helemaal niks zou geven om de Yazidis, wat ik na jullie film niet meer zou kunnen voorstellen. Dan is er nog iets als het nationale veiligheidsbelang. Deze mensen die teruggekeerd zijn, die een verschrikkelijke ideologie aanhangen, zijn niet zomaar gederadicaliseerd. Maak je daar absoluut geen illusies over. Dus er zijn twee heel goede redenen om ze te vervolgen. En overigens, omdat we de genocide erkend hebben, valt genocide natuurlijk onder de universele juridictie. En kun je ook mekaars verdachten vervolgen. Dus je kunt het prima vervolgen voor wat elders gebeurd is. En ook Duitsers die in Nederland zijn of Nederlanders die in Duitsland zijn, dat kan ook allemaal prima. En hoe zie je de andere kant daarvan, hè? Kijk, want je bracht hem zelf ook net op. Je zegt, er is veel discussie over uitreizigers, zoals je ze noemt. Hè? Mensen die moorden gingen plegen uit ideologische overwegingen met Nederlandse paspoorten in het Midden-Oosten. Hè? Maar hoe zie je de andere kant? Want als je die film ziet, waar je net aan refereert, die eigenlijk de hele zaal ook gezien heeft, de film van Rebordowski, waar de hoofdpersonen hier ook in de zaal zitten, dan denk je natuurlijk toch ook aan inreizen van mensen in grote psychische nood of gezinshereniging van de mensen die nog maar een enkel familielid over hebben, waar misschien één van hier in Europa woont. Hoe zie je dat, zeg maar? Dat is natuurlijk het meest schandalige wat daar gebeurt, is dat we ons absoluut niet om de slachtoffers bekommeren. En ik moet wel zeggen dat dat in de Nederlandse geschiedenis een vrij constante lijn is. Dat moet ik wel tot mijn pijn erkennen. Kijk, na de Tweede Wereldoorlog hebben we hier een bijzondere rechtpleging gehad. En ik moet zeggen, binnen een paar jaar zijn behoorlijk wat mensen voor de rechter gebracht. Maar het is een rode lijn of het nou om de afschaffing van de slavernij ging, of om de zogenaamde troostmeisjes. Dat zijn 70.000 vrouwen die in Nederlands-Indië als seksslaaf gehouden zijn door de Japanse bezetter. Daar is het geld nog steeds toegevallen aan de Nederlandse staat en aan het Koningshuis. Mijn Kamervraag wordt niet over beantwoord. En er is eigenlijk nooit gerechtigheid gedaan. En we hebben keizer Hirohito eigenlijk nooit ergens voor een rechtbank gezien. Dus dit is de constante. En ik denk dat het ook gewoon tijd is om het om te keren. Ook al is het alleen maar voor je eigen geloofwaardigheid. Dus hoe pijnlijk het ook is, het komt niet van de grond. En ja, we zouden ons ernstig moeten bekommeren om de slachtoffers. Maar op dit moment lijken we ons ook in het asielbeleid meer te bekommeren om de daders, om het terughalen van de mensen die deze genocide begaan hebben, dan om de toekomst van de slachtoffers. Ik bedoel, het aantal zelfmoorden in die kampen is ook schrikbarend hoog. En het is op zich niet verwonderlijk als je weet onder welke trauma's deze mensen hebben. En het feit dat ze er eigenlijk zonder uitzicht zitten, want kans dat ze allemaal weer in hun eigen gebied kunnen gaan wonen en daar weer onderdeel van de samenleving worden, is, ja, die wordt steeds lastiger. Er werd net ook door Wopke Hoekstra gezegd, die we ontmoeten hier in het voorhuis net, de minister van Buitenlandse Zaken, ja, we zouden andere landen misschien
ook die genocide moet laten erkennen. Hè? En dan zou je Europees meer kunnen doen. Hoe zie jij dat? Er zijn overal resoluties geweest. En het is vooral de regering die het lastig vinden. Heel veel parlementen hebben het erkend. Volgens mij ook het Europees Parlement, de Raad van Europa, zelfs de VN. Dus jongens, dat stadium zijn we voorbij. En we hoeven niet nog 5 jaar te gaan overleggen. Je doet het of je doet het niet. Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, die resoluties en het vastleggen van het feit dat het verschrikkelijk is, dat is al lang, daar zijn we al. Hoeft niet meer. Ja, maar ik bedoel, 9 jaar wachten sinds het begonnen is. Ja. Ik wil niet nog een keer door resoluties heen. Ik denk dat we precies weten wie we moeten oppakken. En als ze niet oppassen, dan worden deze mensen die het gedaan hebben ook nog een soort helden en een cultstatus binnen hun eigen kleine gemeenschappen waar ze zo gezien worden. En ik denk ook dat je als rechtsstaat een voorbeeld moet schetsen, dat je gewoon publiceert van wat er gebeurd is. En dat is waarom het zo goed is wat jullie vanavond doen. Dat blijven vertellen en dat ook in rechtbanken blijven vertellen. Zodat het ook duidelijk is dat je als rechtsstaat een streep trekt. En ja, als je hem hier niet trekt, waar dan wel? En vergeet niet, je verliest ergens ook je geloofwaardigheid om op een, nou noem eens wat, een verkeersfuik op de A12 te zetten als mensen 103 km per uur rijden. Als je dit niet straft, dan verlies je een heel stuk van je geloofwaardigheid als rechtsstaat. En daarom zit ik er zo hard op. En daarom wil ik ook weer gewoon naar de prosecutor toe van het internationaal strafhof om te zeggen van, ga alsnog die zaak openen. En ik verzeker je dat als het internationaal strafhof gewoon zegt, ik heb hier een lijst van 100 mensen waarvan ik overweeg om ze te gaan vervolgen, dat de dag erop die landen zelf de vervolging gaan overnemen, omdat ze niet willen laten gebeuren dat hun eigen mensen vervolgd worden door het internationaal strafhof, omdat het nu een behoorlijke schande is dat ze het zelf niet doen. En dit is als strafhof komt pas in actie als je het zelf niet doet. Dus ik denk dat 1 keer publiceren van hun al een enorme druk zou kunnen geven om dat te gaan doen. Hartelijk dank. We praten hier nog even verder. En dank voor alle inzet. Daar. Ik ben helemaal echt dankbaar. Hij is een van de weinige politici in Nederland die zich hard maakt voor Yazidis sinds de eerste week van de genocide, begin augustus 2014. Ja, wat hij zegt. Is dat echt zo? Is hij een van de weinigen? Ja, ik vind dat hij een van de weinigen is. Ook vooral in het begin, in de jaren daarna. En pas als de België de genocide had erkend en op een gegeven moment was een movement in Duitsland en zo. Anne Kuik heeft ook dank aan haar, ze heeft een motie ingediend. Ze konden niet meer omheen. Ik bedoel, de Tweede Kamer heeft de genocide erkend. Op de, zeg maar, door IS op de Yazidis, maar ook door andere minderheden. Ik bedoel, Shiiten en christenen. En ja, en nou, wat meneer Omtzigt ook zei over de historie en de analogie en hoe Nederland deed na de Tweede Wereldoorlog. En nu begrijp ik waarom deze staat zich meer bekromt voor het terughalen van terroristen dan help bieden aan de slachtoffers. Enkele voorbeelden zijn geweest waarbij IS-terroristen die naar Nederland zijn gehaald, vrouwen, die worden veroordeeld voor 3-4 jaar. En daarna, naar mijn weten, komt deze zomer nog 2 of 3 komen vrij. Dus wij, zeg maar, wij pleiten voor gerechtigheid voor de Yazidis, maar meneer Omtzigt heeft ook heel goed geschetst hoe het belang van de nationale veiligheid. Hoe gaat u daar om en mee om? En ik heb letterlijk dit ook bij de Commissie voor Buitenlandse Zaken gezegd van, als u niet geeft om uw burgers, ik geef wel om mijn familie. Stel zo'n IS'er komt vrij en die gaat iets doen of zo, je weet maar nooit. Wie kan ik aansprakelijk stellen voor zoiets dan? Wie kan ik aanspreken? Je zei net bij de thee ook iets anders. Je zei, er zijn genoeg Yazidi die graag 3 jaar hier in de gevangenis willen, als ze dan maar hier daarna in Nederland mogen wonen en een normale hulp krijgen. Ja, ik doe ik zelf, mijn familie, ik heb ook familie kwijtgeraakt. Iedere Yazidi is gewoon getroffen door de genocide. Als die horen dat Nederlandse IS, terroristen of reizigers, 3-4 jaar krijgen, ze zeggen van ja, hadden wij maar ook 4 jaar in een cel doorgebracht in Nederland en daarna kans gemaakt op een leven, pas van dat deze mensen ongelukkig waren of wat dan ook,
vanuit het Westen hier zijn naartoe gekomen. Ze hebben ons land kapot gemaakt, ons leven kapot gemaakt. En nu worden ze hier gewoon met een vliegtuig teruggehaald. En wij blijven achter met alle trauma, alle leed van din en achter in tenten. En ja die meiden in de film en die aanwezig zijn, die hebben het heel goed verteld. Ja, het is eigenlijk toch belangrijk om nog een keer te benadrukken dat mensen die zijn teruggehaald zijn mensen met een Nederlands paspoort. Dat is ook gedaan op basis van een gerechtelijke uitspraak. Dat is één ding. Dus dat kan je niet vergelijken in die zin met Yazidis, laten we eerlijk zijn. Ik denk wat voor ons belangrijk is, en dat heb ik ook gehoord van de dames, dat ze het liefst gewoon terug willen gaan naar daar waar ze vandaan komen. Sterker nog, het liefst niet terug willen gaan naar Duhok, maar het liefst terug willen gaan naar Sinjar. Waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Dus daar zijn onze inspanningen op gericht. Maar ik ben de eerste die zal zeggen dat lastig is. Simpelweg, dat heeft te maken met de veiligheid. Daar hebben we het ook vanmiddag over gehad. Het heeft te maken met het feit dat allerlei basisvoorzieningen er niet zijn. Het heeft te maken met onduidelijke politieke afspraken. En uiteindelijk ook te maken met te weinig commitment van de Iraakse overheid. Maar nogmaals, wij richten ons erop om dat wel mogelijk te maken. Dan heb je natuurlijk ook een categorie van mensen die al in Nederland zitten. Je ziet die in Nederland of je ziet die in Duitsland. Wat ik ook heel goed heb meegenomen is het feit, als er problemen zijn met gezinshereniging, dat schrijnend is. En het zal je inderdaad maar overkomen dat de ouders al in Nederland of Duitsland zitten. De kinderen zitten nog in Irak, in een kamp. En ze kunnen als gezin niet herenigd worden. Nou, dat is typisch iets waar we naar zullen kijken. Anna, wat zou jij nou, wat heb je daar nodig? Ja, omdat zelfs in de meest basale basisbehoeften eigenlijk nu niet wordt voorzien door de overheid en ook niet kan worden gedaan door hulporganisaties. Denk ik dat er nog heel veel moet worden gedaan. En inderdaad, in Nederland is er veel meer, nu veel meer in ieder geval ook media-aandacht voor de daders dan voor de Yazidi-gemeenschap zelf. Ook niet door NGO's, zeg je? Die kunnen eigenlijk ook ter plekke niet genoeg hulp en ondersteuning bieden? Ja, onder andere omdat er in Irak wel een overgang heeft plaatsgevonden van meer de humanitaire, de noodhulp en acute fase, een actief conflict, naar nu meer wederopbouw van het land, ontwikkelingssamenwerking, ook het sluiten van kampen waar mensen verbleven die gevlucht waren van huis. Dus er zijn steeds minder noodhulporganisaties actief, ook omdat er steeds minder financiering voor is. Dus dat hebben de vrouwen ook aangegeven, ook al in eerdere gesprekken deze week. Dat zij zien dat er steeds minder organisaties aanwezig zijn in de kampen en ook in de Sinjar. En de nood wordt niet minder, hebben jullie het idee? De nood wordt steeds groter. Ja, integendeel, ja. Alleen, ik denk dat het ook eerlijk is om te kunnen zeggen, als ambassade, als je daar opereert, het is niet ons land. Ik heb het eerder gezegd, het zijn de Iraakse autoriteiten, de Iraakse burgers die over hun eigen toekomst gaan. Wat wij kunnen doen als ambassade is de Iraakse overheid ondersteunen, enerzijds. Maar vooral ook de internationale instellingen die actief zijn in Irak ondersteunen op tal van gebieden. En dat doen we. Als ik bijvoorbeeld even heel specifiek mag inzoomen op de accountability. We gaan nu eens even over naar wat we aan het doen zijn. Zoal, ja. De gerechtigheid ten opzichte van Nederlandse IS-strijders. Nou, laten we maar eens even gaan kijken wat we aan het doen zijn. Ja. Kijken, en wat we kunnen doen. Ja. Kijk, dat is ook wat ik van de vrouwen heb gehoord vandaag. En natuurlijk ook al eerder vanuit de gemeenschap heb gehoord. Is dat er gerechtigheid moet komen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Simpelweg bewijs van dingen die zijn gebeurd. Getuigenissen van de mensen die het allemaal hebben meegemaakt. Die getuigenissen moeten ook kunnen worden opgenomen in een veilige omgeving. Nou, daar is bijvoorbeeld een organisatie als UNITAD die daar actief is. Dat leidt tot gegevens, tot data, die kunnen worden gedeeld met andere landen. En dat is ook iets wat gebeurt. Nederland is er ook druk mee om dat ook juridisch vorm te geven. Nou, de resultaten zie je al, dat er een eerste vervolging heeft plaatsgevonden van een dader. Ik snap wel dat de
de heer Omtzigt zegt, of in ieder geval dat gevoel uit, dat het te langzaam gaat. Dat klopt. Maar sommige processen duren gewoon lang. Wat ik ook heb gehoord van de vrouwen is psychosociale hulp. Dat is denk ik heel belangrijk, ook in het kader van traumaverwerking. Nou, ook daar is Nederland, maar Nederland niet alleen, actief in de regio. In de regio waar ook de vrouwen wonen. Tegelijkertijd moet ik ook realiseren in een land als Irak, om dat goed van de grond te krijgen, dat kost tijd. Je hebt daar namelijk expertise voor nodig. Ik heb heel goed geluisterd naar de vrouwen vanmiddag en ze hebben aangegeven dat als zij spreken met psychologen of psychiaters, dat ze soms ook weinig vertrouwen hebben. Nou, dat zijn typisch dingen die we meenemen, waar we iets mee kunnen. En dat is denk ik ook wat de minister heeft aangegeven in het gesprek met de vrouwen. We kijken waar de noden zijn en we kijken daar waar we als Nederland nog een tandje bij kunnen zitten. Maar idealiter ook in Europees verband. Maar ik zou zeggen, bewijs is er. Je ziet iets, zeg maar, kunnen getuigen en een goede voorbeeld is gewoon heel recent. Ik was ook bij de zitting in Rotterdam. Er is nu één geval van iemand die nog niet veroordeeld is, maar waar een proces loopt. Hè? Ja, zeker. En ik bedoel, vanuit mijn stichting, maar hebt ook gewoon, je ziet de Legal Network hier, ook hier in Nederland gevestigd. Wij zijn ook in contact met Unitad en andere internationale organisaties die zich hier voor hard maken. Zeggen, kom in gesprek en wij gaan gewoon alles aan doen om die bewijs te leveren. Ja, de uitzichtloosheid inderdaad, waar die Yazidi-gemeenschap zit het ook in dat er zoveel moet gebeuren. Mm-hmm. Ik probeerde net een overzicht te maken en dan heb je al zo'n lijst. Als de ambassadeur al aangaf, het is natuurlijk ook zeker aan de lokale autoriteiten, aan de overheid. Waarvan je hoopt dat zij het... Zeker. Ja, je kan er nog gevoeglijk van uitgaan dat de Iraakse overheid niet de prioriteit gaat leggen in gebieden van allerlei minderheden, helaas. Dus het zou moeten neerkomen op de schouders van de Iraakse overheid. Het zal het voorlopig nog niet doen, natuurlijk. Dus... Ja, in de Sinjar zelf zien we dat... Dat het nog bijna schort aan alles. Ja. Het is nog heel onveilig om terug te keren. Dat is dan meer de politieke veiligheidssituatie. Er zijn nog heel veel verschillende gewapende groeperingen actief. En het is een interessant gebied voor verschillende buurlanden. Dus dat is echt meer een politieke kwestie. En ik denk heel ingewikkeld helaas om iets aan te veranderen of om de Nederlandse invloed voor aan te wenden. Maar dat is wel een heel groot obstakel voor veel van de Yazidis om terug te keren. Daarom zeggen ook heel veel van de Yazidis die in de kampen leven, we kunnen nu nog niet terug, want we voelen ons daar nog niet veilig. Er is wel op het gebied van ontmijning heel veel gebeurd de laatste jaren. Dus dat is in ieder geval één stukje van de veiligheid wat zeker echt verbeterd is met de inzet van de internationale gemeenschap. Maar ja, verder aan alles, de huizen moeten weer worden opgebouwd. Er is nog geen toegang tot onderwijs, tot medische zorg. Dat er inderdaad überhaupt een mobiele kliniek moet rondrijden. Terwijl er natuurlijk eigenlijk gewoon klinieken en ziekenhuizen weer zouden moeten zijn. Er is nu natuurlijk nog nauwelijks werk, omdat mensen ook nog niet zijn teruggekeerd. De infrastructuur, toegang tot elektriciteit. Er is zoveel aan basisvoorzieningen wat nu nog mist. En in die zin is dat ook... Ja, we bespraken net ook al met de vrouwen de situatie in de kampen. Dat eigenlijk hetzelfde is. Dat zij nog steeds in tenten moeten leven die heel brandgevaarlijk zijn. Waar ook ieder jaar mensen omkomen in branden in de tenten. Geen toegang tot onderwijs. Ook nauwelijks tot medische zorg. Toen ik in Gankekamp bezocht, toen woonden er 16.000 mensen. Volgens mij is dat nu iets verminderd naar, ik denk, zo'n 11.000 mensen. Maar er was één psychiater, één dagdeel per week. Voor al deze mensen, waarvan zeker 1/5 zware trauma's heeft en echt toegang heeft tot zou moeten hebben tot professionele hulp. Geen toegang tot werk. Heel veel mensen werken in de informele sector.
Waardoor de omstandigheden vaak heel slecht zijn, heel slecht betaald. Het is echt in die zin een eindeloze lijst. Waardoor het ook voor veel Yazidis zo uitzichtloos is. Om te beginnen eigenlijk bij Yazidis die nog vastzitten in gevangenschap. Maar ik denk dat Wahab daar straks ook meer over wil delen. Maar wacht even, voor ons begrip hier. Het is al vaker even genoemd en zo. Ja, nog altijd mensen vast als slaaf bij... Maar IS bestaat toch niet meer? Of wel? Of hoeveel zitten er nog vast dan? Zo'n 2700. 2700 mensen 10 jaar later? Ja, die nog steeds vastzitten in gevangenschap bij hun IS, bij de IS-familie of in de IS-gemeenschap. Maar dat is toch onvoorstelbaar? Ja. Nu, gewoon nu. En dat maakt ook de trauma's natuurlijk nog zoveel dieper, omdat iedereen iemand kent die nog vermist is, nog in gevangenschap zit. Ja. Ja, dan hebben we het over... Ik wil vooral in het woord... Ja, nee, graag wel. 2700 mensen waarvan we vermoeden dat ze... Ja, weten, vermoeden, hoe zit dat? Dat zijn echt hele betrouwbare cijfers. Op zijn minst 2700 Yazidis worden nog vastgehouden door IS'ers. Hoewel IS bestaat niet sinds 2019, dat zeggen ze. Maar veel IS'ers zijn afgereisd bijvoorbeeld naar Turkije of zitten nog in Syrië. En zij hebben Yazidis meegenomen daarheen. Recent hebben we meegewerkt ook aan een reportage. En daarin werd ze verteld dat die IS'er haar wilde meenemen als familielid naar Turkije. Maar aan de grens zijn ze achtergekomen dat ze Yazidis was. Ze hebben haar gered, maar... Ja, 2700 Yazidis zitten nog vast. Je beaamt dat? Ja, dat veel Syrië, veel Turkije ook? Ja, buiten Irak, in Turkije en Syrië. Maar in feite, zoals ik het heb gezien in de film, werd er ook een voorbeeld van gegeven. Iemand die vast zat en die door de oom vrijgekocht moest worden, waarvoor hij middelen probeerde te realiseren. Maar we hebben het hier over gerechtigheid, hè? Over verschillende soorten van gerechtigheid. En jij zegt in het begin, we hebben ons eerst ook echt voor de gerechtigheid ingezet daar, maar ook voor de Yazidi-gemeenschap hier. Maar dit is een categorie waar we... Kunnen we daar iets aan doen? Nou, er was een Joodse man, businessman of zakelijke gast, die heeft zich ingezet om Yazidis te bevrijden. Stephen Maman, Canadees. Uiteindelijk wordt hij vervolgd, nog steeds, voor financiering van IS. Want deze mensen zitten vast bij IS. Om ze te bevrijden, moet geld betaald worden om hen te bevrijden. Dus ik moet als het ware geld via gaan geven aan IS om mijn familielid terug te kopen. En als de overheid achterkomt dat ik dat doe, dan ben ik terrorisme aan het financieren. Dus in die zin is het heel moeilijk om deze mensen gewoon op deze manier... Ja, mijn nicht is gewoon teruggekocht voor $70,000. Wij hebben geld ingezameld gewoon met familieleden, met vrienden om haar terug te kopen. Als de overheid op dat moment wist en nog steeds, als ze achterkomen dat we dat hebben gedaan, wellicht word ik ook vervolgd. En mijn familieleden. Ik heb echt over één geval, maar we hebben over duizenden mensen. Bedenk manieren om deze vrouwen te bevrijden. Gezinshereniging versoepelen. Nederland hoeft niks te doen in Irak. Begin met de Yazidis opvangen in Nederland en help ze met trauma, met asiel. En dan pas ga je verder. Nou ja, wat is gerechtigheid? Laat ze gewoon ademhalen. Kans maken op overleven, want die trauma is gewoon... Ja, ik heb ook trauma. Iedereen heeft trauma. Alle Yazidis. Als we gerechtigheid willen, dan moeten we ook overleven.